Honderden scholieren vanuit Overijssel, Flevoland en Friesland kwamen naar Zwolle voor het evenement Mission Olympic, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Op de velden van voetbalverenigingen Berkum en Bikwik streden 28 teams om een plek in de finale. Het evenement werd geopend door wethouder Gerrit Piek. Eigenlijk blijft er maar één ding over. Ga aan de slag. Ga aan de sporten en heb er heel veel plezier in. En succes vandaag. Mission Olympic is de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Doen ze jaarlijks zo'n 150.000 kinderen aan mee. En het doel daarachter is om kinderen tussen 12 en 19 jaar kennis te laten maken met verschillende vormen van sport in hun schoolomgeving en het plezier van sport te laten beleven. In Zwolle wordt er alleen gevoetbald. Andere takken van sport worden in andere steden gehouden. Op de velden van Berkum spelen de meisjes tegen elkaar. Het eerste klasteam van het Thomas en Kempis College uit Zwolle wint hun eerste wedstrijd vrij gemakkelijk met 7-0. Ja, we hebben gewonnen. Ja. Wat vind je van dit evenement? Ja, leuk. Ja. Wat vind je er leuk aan? Nou, omdat je met z'n allen voetbalt. Coach en PEC Zwolle speelster Sylvia Smit is tevreden. Ze voetballen goed vanuit de positie en iedereen wil elkaar laten scoren. Dus dat is ook een goed teken. Ze gaan niet voor zichzelf. Dus ik ben heel, heel tevreden. De wedstrijden zijn voor de meiden natuurlijk super leuk. Ze kijken er heel erg naar uit. Ik denk dat het al wel een paar weken bij die meiden leeft wie mee mag en mag spelen. En het is voor mij natuurlijk super leuk dit. En het mooiste is dat ze doorgaan naar Amsterdam. Want daar in het Olympisch Stadion vindt de nationale finale plaats. En daar hebben de jongens op de velden van Bikwik ook wel oren naar. Ja, dat is helemaal een beloning. Ja. Hoe zou je dat vinden? Heel leuk natuurlijk. Ja, ik ben voor Ajax dus ja. Hoe ging het? Nou, de eerste wedstrijd ging niet zo heel goed, maar toch volgende wedstrijd meer hoop dat het beter gaat, maar komt allemaal goed. Heb je er gewonnen? Nee, 1-0 verloren. Maar ja, we hebben nog 4 wedstrijden te gaan. Ja, sommige scholen zijn wel beter, maar op zich doen wij het ook wel netjes. Veel scholen en leuke tegenstanders ook nog. De finale in Amsterdam wordt gespeeld op 31 mei.